Hoi, ik ben Nienke en dit is nieuw op Netflix in de maand mei. The Rain is de eerste Deense Netflix original ooit. Een dodelijk virus dat via de regen wordt verspreid, zorgt ervoor dat zo'n beetje de hele Deense bevolking het loodje legt. Op een paar mensen na natuurlijk. Zij moeten zien te overleven in een post-apocalyptische wereld. Ik had veel meer vaak aan mij. En hoe dat was. De verwachtingen van deze serie zijn hoog gespannen en ook wij zijn heel erg benieuwd. Een andere nieuwe serie met net zulke hoge verwachtingen is de serie Safe. This is a gated community. You can see who comes in and who goes out. See you later. Not too late. Okay. Met in de hoofdrol Michael C. Hall, die je kan kennen uit Dexter. De serie is geschreven door bestseller-auteur Harlan Coben, die zo'n beetje elke prijs won op het gebied van thrillers. Jenny, it's Dad again. Where are you? Jenny's missing. This is the last place she was seen. Someone must know something. Tom woont met zijn twee tienerdochters in een rustige en veilige buurt. Maar wanneer één van zijn dochters vermist raakt, lijkt de community toch niet zo betrouwbaar als gedacht. Dear White People komt terug met een tweede seizoen. Een satirische comedy/drama op een universiteitscampus. And then they wrote the word bitch on a banana in an empowering way. Like bitch. Niet zozeer over racisme, maar meer over het zoeken naar een identiteit. In elke aflevering staat een andere student centraal met een ander perspectief. Een vlijmscherpe en komische serie met een geheel eigen stijl. That back and forth was so good, I felt like Shonda Rhimes wrote us. I was thinking that the whole time, but I didn't think I could say it. Seizoen 1 heb ik echt in één keer uitgekeken, dus ik ben heel erg benieuwd naar seizoen 2. Amy is de biografische documentaire over het leven van Amy Winehouse. Haar opkomst en haar ondergang. Een meeslepende film vol archiefbeelden, home video's en interviews. She had such an emotional relationship to music. You're becoming an artist in the public eye. The more people see of me, the more they realize that all I'm good for is making music. Hoewel haar familie niet helemaal tevreden was, werd de film door critici geprezen en beloond met een Oscar. The Best Exotic Marigolds Hotel is een persoonlijke favoriet. Een groep Britse senioren trekt naar India om hun oude dag door te brengen in een luxe bejaardenresort. Alleen bij aankomst lijkt het resort toch niet zo luxe als in de brochure werd beloofd. Welcome to the best exotic marigold hotel. Prepare to be amazed. There's an Indian in there. I want to stay at the other hotel, the one that's in the brochure. In India we have a saying, everything will be alright in the end. Maar bij aankomst blijkt het hotel toch een stuk minder luxe dan in de brochure. Een hartverwarmende feel-good film met een fantastische cast. Nebraska is een roadmovie geheel geschoten in zwart-wit. Nou, zoals dit is. De oude chagrijnige Woody is ervan overtuigd dat hij $1 miljoen heeft gewonnen. Hij reist van Montana naar Nebraska om zijn prijs op te halen. We are now authorized to pay $1 million to Woodrow T. Grant of Billings, Montana. This is a sign. You didn't win anything. It's a complete scam. So you gotta stop this, okay? Hoewel zijn zoon wel doorheeft dat het gaat om een neploterij, reist hij toch met zijn vader mee. Scholisch en ontroerend verhaal. Nebraska werd genomineerd voor 6 Oscars en is vanaf 1 mei te zien. Dit was nieuw op Netflix in de maand mei. Kijk voor alle kijktips op girlsinfilm.nl.